Ik ben Angelina Lemmens, ik ben 25 jaar oud en ik ben geboren in Amsterdam. Ik heb een traineeship gevolgd bij Young Capital en ben nu te werk bij de KLM als een trainee voor BI Big Data. Ik ben hier terechtgekomen via Young Capital. Die heeft mij gerecruit, vervolgens hebben ze mij hier geplaatst bij KLM. Nou, vanaf kleins af aan vond ik alles leuk wat met de luchtvaart te maken had. Nou heb ik ook al een geschiedenis natuurlijk tijdens mijn opleiding met alles wat met luchtvaart te maken had. En daarna ben ik te werk gegaan als een flight attendant bij een maatschappij in het buitenland. Mooie tijd gehad, de hele wereld gezien natuurlijk. En toen was ik nieuwsgierig geworden van wat er nou allemaal op de achtergrond erbij gebeurde. Dus de data die erin zit. En daar ben ik nu mee aan de slag. Ik ben op dit moment aan het werk als application developer en als data engineer. Voor applicatie developer moet je zien, je hebt data. Die maak je zodanig mooi, zodat de business ermee aan de slag kan in één oogopslag. En voor data engineer doe je iets soortgelijks. Data komt ongestructureerd binnen. Dat organiseer je, simpelweg gezegd, zodat data-analisten daarmee aan de slag kunnen. Wat voor data wordt hier verzameld en waar ga je dan mee aan de slag? We verzamelen hier alle data met betrekking tot KLC, aangezien ik in het KLM Cityhopper team zit. En dat kon van alles zijn. Het kon zowel crew zijn als maintenance, als elk onderdeeltje wat geregistreerd wordt. Hoe ben je hiermee leren werken? Nou, vanuit Young Capital hebben we natuurlijk een traineeship gevolgd. Hierbij wordt elk toeltje een beetje aangeraakt, zo gezegd. Dus je hebt overal wel een beetje mee gespeeld. Daarnaast hebben we natuurlijk daar ook certificaten behaald. Dus we hebben van alles wel een idee. Maar om dat dan te mogen toepassen hier bij KLM, dat is natuurlijk het mooiste. Want daar leer je het meeste van. Dus aldoende leer je het vak. Hoe lang duurt zo'n traineeship en wat leer je dan eigenlijk? Je zit 2 maanden voor zo'n traineeship. Wat je dan leert is natuurlijk de basiskennis van wat is BI, wat is Big Data, hoe zit het in elkaar. Op basis daarvan haal je je certificaten. Daarnaast ga je dus aan de slag met verschillende tools. Denk aan SQL Server, denk aan Power Center. En zodoende leer je de tools kennen. De basics wel, maar dat ga je natuurlijk verder leren in je werk. Ja, want toen je bij KLM terechtkwam, had je toen het idee dat je helemaal onderlegd was en dat je gewoon, nou ja, volwaardig kon meedraaien? Dat zou ik ook weer niet zeggen. Iedereen is natuurlijk heel erg ver in hun vakgebied hier. En wij kennen dan de basics van alles. Maar ondanks dat je de basics kent, kan je dus wel gewoon meedraaien. Misschien nog niet zo snel en professioneel als de rest. Maar aldoende word je er steeds beter in. En gelukkig heeft KLM de mogelijkheid tot leren. Als je leergierig bent, dan ondersteunen ze je heel goed in het bedrijf. Dat vind ik wel mooi aan KLM.